Nee, ja, ik vind het allemaal zo gedoe. Oh, kijk, dat bedoel ik. We hebben geen ster. Helemaal niet. Dus? Ja, nou, ik... wel 1,42 ster, maar niet... Hoe noem je dat die sport, Mark? Wat? Sport, die deze week de hele week meegaat. Ja, maar die hebben we om 9 uur. Okay. Dank voor de tip. Technische nieuws. Je voelt je thuis. Dit is Radio 1, de EO. Oh, pardon. Jij zou echt nooit naar Radio 1 geluisterd hebben als je daar niet gewerkt had natuurlijk, Martijn. Je zou überhaupt nooit naar Radio 1 geluisterd hebben. Nee, maar heb je hier een spot gehoord van Hans Schoonendoel? Nee, voor Afrika of wat dan ook? Radio 1. Nee, dat is niet de publieke omroep. Steunt hongerend Afrika. Zo gaat het ongeveer. Wat is voor een film eigenlijk? We gaan in Afrika mensen dood. Dood gaan ze. De publieke omroep helpt. Ja. Ja, dus als je maar ze gaan wel dood. Misschien met wat applaus. Ja. Dood. Maar waar moet er gesproken worden tussen de toegifte of de aankondiging? Ja, er zit, nou, het ziet er zo uit. Ja, die worden opzet. Oh ja, Erik is er. Oh, dan wil je ook nog even. Ja, dat zou kunnen. Kijk, druk in gesprek, mannen. Wat is dit nou weer voor? Goedemiddag. Wat die regionale televisie. Dat zie je later wel. AT5, ja toch. Ik niks te doen ofzo. Hoi. Wat kan dat nou? Hoe kan je nou met een camera rondzingen? Cadeaus. Ga je er iets mee doen, Mark, nu? Die cadeaus, nu niks. Maar we wachten op het eten. Het feestelijke maaltje. Nou, oh ja. Waarom wachten we op het eten dan? Hint. Omdat het bestel moet... Oh, kan die direct... Ja. Hint. Verder was het een hele moeilijke week. Ik had weinig controle over alles dat veegt, zuigt, rijdt, perst of vliegt. Ja, precies. Wat is nou die verrassingsact? Ja, dat ga je jou niet vertellen. Maar, iedereen weet het, behalve jij. Het is dan niet meer een stripper of zo. Hè? Nee, joh, hallo. Verrassingsact. Hey, we zijn toch... We hebben kwaliteit, we hebben stijl. Adam heeft het... Sorry, ik moest zomaar even lachen. Adam heeft het bedacht. Het is niet zomaar een stripper, het is Mark. Gaan we nu weer grapjes zeg, over... Nee, nou wat nou? Een blote lusje. Over Mark gesproken. Ja, Mark gesproken. Ja. Vind je Mark aantrekkelijk? Hij filmt alles. Ja, nee. Wat is dat voor? Leuk te toast. Vanavond een bijzondere uitzending. De uitzending met The Tape. The Tape. Ja. Van Margarita. Ja. Margarita. En we bestaan een jaar. En daarom heb ik een cadeautje. Verder heb ik geen mooie woorden. Vind ik heel erg lief. Bro. En oh ja, wacht even, het is een cadeautje. Je zou denken leuk, kun je meenemen naar huis. Het is een cadeautje voor de studio. Ja, ja, dat kan je good. Good. Super. Cadeautje voor de studio. Oh, okay, cadeautje voor de studio. Waar moet het achterlaten? Je moet dus in de studio blijven. Ah, wat goed. Ik van de zwarte krol. Oh, wow. En dan mag hier in de studio? Oh, even, hè? Je ziet ze zelfs in ranzige blaadjes. Oh, ja, ja. Dat is een mooie, goede kwaliteit. Hey, en ik wil graag een toast op nog heel veel jaren curry en kutsie. In ieder geval nog één. Yes. Kutsie. Gezondheid. Maar in ieder geval nog één. Dat is een hele compromitterende vraag. Bij de kijk ook niet. Maar, je hoort op de markt. Maar dan wil ik nog even zeggen. Ik ben verhaald omdat Adam what the fuck is that? Met dat ben jij. Jij gaat... With my butt crack. Ja, maar jij gaat knellen. Dat is het. Ja, dat is wel. In die situatie dat is uit de starten. Dus uit de serie van de aan het starten. Wat is dit de laatste? Hey, maar ik wil jullie ook allemaal bedanken. Want dit programma dat bestaat eigenlijk alleen maar omdat Jeroen mij op de straight and narrow houdt en de rest er allemaal omheen zorgt dat ik niet omval. Dat vind ik fantastisch. Dus ik hoef niks te doen. Nu doe het allemaal. So, thank you all.
Let's do it one more year at least until contract negotiations. Here, here. Oké. Bedankt voor de studio aankleding. Het is vooral erg opvallend dat ik nu een programma maak op vrijdagavond. Dat mensen ook af en toe door de week naar me toe komen en zeggen van... Hé, ik hoor hier vrijdagavond. Dat is lang geleden. Maar het grootste geheim toch wel wat ik met jullie wil delen... Is... Het nieuwe haar. De nieuwe koek. Al had ik bij moeten leggen, I would be here every Friday. Net had je nog over een jaar. Het maakt de situatie over een jaar wat handiger. Ja, precies. Hij heeft het ook onerg gezegd, jongens. Dus die quote is gewoon eruit te vissen. Hier is het vorkje erbij te leggen. Ik wou bijleggen, want ook dat potje is leeg. Maar waar kun je nou therapie krijgen waar je nog geld toe krijgt ook? Is het niet fantastisch? Nou, daarom werkt het ook zo goed. Ja, een extra stimulans Voor alles in die baas. Hey, wat mag ik een lijstje van jou? Helemaal jouw stijl, hè, Erik? Helemaal jouw stijl. Lekker, gezellig. Zag je het ooit zien door mijn... Nee, ho. Je moet het niet meer over hebben. Wacht even. Even deze plaat afluisteren. Oké. Okay. Dat doen we net als er niks gebeurd is. Oké. Okay. Hey, het is nog maar 8:05. Je bent nog steeds een lieve jongen. Geef jij me de cue even, wanneer je kan? Ja, 1, 2, 3. Let op mijn wijsvinger. Ja. Nu? Ja. Ja, moet je me wel openzetten. Die staat open. Nee. Oh, sorry. Open de poort nog een keer voor me. Hé, de sleutel van Wicket. Botsen, dank. En herstart. Ook thuis mag je meezingen. Zoals iedere week. Dit is de trots. 1, 2, 3. I'll sit on my face and tell me that you love me. I'll sit on your face and tell you I love you too. I love to hear you oralize. When I'm between your eyes, you blow me away. Sit on my face and let my lips embrace you. I'll sit on your face and then I love you truly. Life can be fine if we're both 69. If we sit on our faces and all sorts of places and play till we're blown away. Ja, dat is beter, dankjewel. Volgens mij zijn we nu officieel begonnen. Voor de 52ste keer. Of was het 53? We hebben ook vakantie genoten. 52. 50. Hier en daar. Wat? Die heeft Matt Remark net gedaan. Die heeft eigenhandig met zijn... in een soort ongemakkelijke stand hierboven... Het zijn ook zijn foto's. Hij heeft ze gemaakt. Dat is een leuke attentie, Mark. Ja, dank. Heel leuk. Graag gedaan. Ik weet toen we bij de Zwarte Cross waren afgelopen... Was dat juli? Nee, in de zomer. Mei. Wat? Mei. Nee. Geen later. Dat was echt een hartje zomer was dat. Nee, het regende. Ja, maar het was wel zomer. Oh, dus augustus. Zomer in Zeeland. En dat doet me gelijk denken aan een jaar geleden. Ja! Wat een mooi bruggetje. Nou. Heb je iets staan? Maar in het kader van historie, we komen er niet onderuit. We zijn natuurlijk, moet je je voorstellen dat wij met z'n tweeën deze show moeten organiseren en bewaren. Zullen we heel eventjes terug aan de tijd? Heel kort even. Eventjes. Dat mag wel even. Dat ik dus... Terug in de tijd.
Ik had ingestemd dat ik bij BNN een radioprogramma zou doen. Ik vond het wel heel wonderbaarlijk, want we zaten hier met een programma op vrijdagavond en we dachten, nou, dat kan leuker. Dat programma was good. Maar toen het speelde, toen dachten we, ik moet toch even luisteren. En dan zat ik met Patricia en Christina en met alle honden in de bus naar België op vrijdagavond. En dan zat en ze zegt, nou, hij heeft geen onaardige stem, zei Patricia. Zei ze dat? Ja, maar we zaten, echt, wat voor programma is dit? Was Radio beetje, Noord. Het zat geen ziel in. Nee. En dat is ongeveer het enige wat wij hebben. Maar goed, toen kwamen ze van BNN en zeiden ze, ja, we hebben Adam Curry gebeld en misschien wil die wel. Ik zei, ja, natuurlijk. Ja, maar ik zei, ja, ik moet met iemand het programma presenteren. En ze zei, ja, nou, Jeroen Kijkende Vecht. Ja, nou, die zal wel. Waar is die van? Ja. Dat is die homo van Ruud de Wild. Oh, yeah, that sounds interesting. That sounds like the guy for me. Sta ik echt zo bekend in heel Nee, natuurlijk niet. Nee, maar toen hadden we dus de eerste, was ook... Ja. Nee. Toen hadden we de eerste uitzending op... You're the up-and-coming man, you're the young star. Yes. Wanneer was het nou? Het is vandaag 7 maart? Dus 8 maart was het. Was het 8 maart? Zullen we gewoon een fragmentje laten horen? Ja, eerst, het allereerste stukje Curry and Kid V op Radio 2. Ja, leuk. Een jaar geleden. Dat was een jaar geleden. Jeroen, wat is er? Even stopzetten. Zet het fragment even stop. Ja, zet even stop. Telefoon. Je weet maar nooit als. Hallo? Hallo? Con! Hey Con! This is Bruggenham Palace calling for Adam Curry. Hey Con, hoe is het schat? Oh, ben jij het zelf? Ja, ja. Het is zo leuk dat je zo gewoon gebleven bent. Dat je gewoon de telefoon op hebt. Maar Con, je weet toch, als jij met nummerherkenning aanbelt zoals je altijd doet. Dan pak hem geen probleem. Hey, wat leuk dat je belt. Ik zat hier te luisteren in Buckingham Palace. Yes. Met mijn mama. Ja. Naar jullie allereerste radioprogramma. Gefeliciteerd met jullie allereerste radioprogramma vandaag. Ik vind het zo leuk. Kom. Wat is er, schat? We bestaan 1 jaar. Het is niet onze allereerste programma. We bestaan... Begrijp je? Oh. Nou, dan heb ik even wat gemist. Veel plezier nog vandaag, hè? Oké, kom, bedankt. En de groetjes van Hans. Ja, oké, goed. Wil je goed aan Jeroen kijken in de verte? Ja, dat doe ik. Okay, bedankt voor het bellen. Doei. Dag, kom, doei. Nou ja, je moet maar denken, het is de goede gedachte erachter, Jeroen. Ze bedoelt het goed. Ja, dat is aardig. Ja, ja. Trouwens, dat stemmetje van Con lijkt wel een beetje op die van Michael in dat stukje. Probeer het even te synchroon te leggen. Het is er gewoon, het is Connie. Misschien is het tijd voor een documentaire Living with Connie. Ja, yeah, maybe not. Oh, dit is wel lekker zeg. Wat een gezellig geluid op mijn radio zo op de vrijdagavond, dat klopt. Het is BNN op Radio 2. Hè? BNN op Radio 2? Ja! Het is al een jaar zo gezellig. Ja. En deze mevrouw, dat denk ik nog wel, die trad al een keer op bij Kouda. Ik zat te denken, ik ken haar en ik dacht, heb jij een ware billen? Kathy Dennis? Ja. Ze waren een beetje pompoenrug. Ja, en ze zei, ik heb Madonna, ze wilde eigenlijk Madonna zijn. Ja, maar wat soort een beetje zingende tante was dat toch? Ja, dat was verder niet zoveel, maar ik vond dit wel een leuk liedje. Dit is ons eerste jubileum, kan je zeggen dat zo? Onze eerste verjaardag van Curry and Kid V, het radioprogramma. Ja. En we hebben vanavond een echt een gekke gast. Jacques Herp. Ik moet het voorstellen. Ik kom, ik wist, in de loop van de week kreeg ik te horen een surprise act. Ja, oh, nou, cool. Aren't you surprised? Nou, nee, niet echt, want ik zat hier net hier. Erik Schopons had net beginnen voor live te doen en die draaide ineens om. Ik kwam de studio binnenlopen en hij zei, jullie hebben zo toch Jacques Herp? Ja, maar dat is niet de enige surprise.
Wat heb je nog meer voor surprise? Nou, ja, als ik het vertel, is het geen surprise. Ik ben heel benieuwd. Ik ben moe. Julie Andrews, waarom ben je moe? Nou, het is een lange week geweest voor ons. Ik heb jou gisteren gezien bij de Edison Awards. Ja, het was echt, we zijn vanaf dinsdag al bezig. Ik moet zeggen, het zag er heel goed uit. Het was een goede show en jullie hebben het goed gedaan. En dat zeg ik niet alleen maar omdat ik hier mijn collega ben. Ik heb hier wat curry cash. Keep it coming. Ik vond jou vooral heel goed. En je nieuwe haar. Je ziet er gelijk wat die jonger uit met je nieuwe haar. Dat zegt dus iedereen, hè? Iedereen zegt dat ik een jongen heb. Zeg eens even, en nu op het countdown podium, Kim Wilde! Oké, wacht even. Kom uit de clip. Lijkt het namelijk net. Ja, yeah, Frankie goes to Hollywood and relax. En nu live op het countdown podium, Kim Wilde! Woo! Het is net recht. Shoot me now. You kill me. Maar wat ik wel even wilde zeggen, jullie hebben het echt super goed gedaan. Ik vond het publiek leek wel alsof het een beetje mat was bij die show. Of ik weet niet of het echt zo was, maar het leek alsof ze allemaal maar weet je, bij de bar stonden bier te bestellen. Mensen zijn gewoon verwend. Ja, die kunnen de hele dag daar die gasten huppelen op het podium op MTV. Ja, dan staan ze er weer. En wat ik vond wel heel leuk de show begon, doen. Ik zat thuis te gaan. Begrijp ik niet verkeerd? Wacht even, begrijp ik niet verkeerd. Wat? Maar mensen zijn toch wel denk ik een beetje verwend. Gewoon. Maar het was wel een pittige line-up. Ja, zo. Ja. Allemaal voorbij komen aan artiesten. Ja. Brain Power was er. Mm-hmm. Het was zo mooi. Hij komt naar me toe en we geven elkaar helemaal zo'n M&M handshake. Zo, yeah, my brother, yeah. maar ik had hem ook helemaal. Ik deed helemaal synchroon met hem mee. Yo, ja, en ik zeg, hey, is dit je crew? Weet je, die heeft een standard setup. En hij zegt, hey, ik moet jouw digits hebben, weet je. Ik zeg, weet je, mail me. Echt helemaal. I was black for it's, just a moment. It's hey, en wat me echt opviel in het begin van die show. Ik zat klaar op de bank en jij zegt, en hier is de Radio 538 prijs. Wat zeg je nou? was dat gesponsord? Ja, er stond zo'n heel grote 538 op, was het gesponsord. Ja, dat is allemaal die, ja, wat denk je, ik sta er een sms fucking belspel te doen. Was het gesponsord? Duh! Dat was wel zo vernederend om dat te moeten doen. Waarom was het vernederend? Nou, het is gewoon lame. Als ik nou voor iedere sms zelf 50 cent krijg, ja, dat vind ik het niet erg om te doen. Straks hebben wij nog hier, dat hebben we vorige keer gezien, dat onze eigen producer Arjan Snijders op zoek zou gaan naar de geheime margarita tape. Is dat nou echt gelukt? Ja, sorry. Ik had je al gewaarschuwd dat er een extra factuur vond. Want dan heb ik dus echt een week achteraan gezeten. Dit, merk je dat in mijn leven alles draait om mijn vrienden met geld? Het is geen probleem, dan regel ik voor je. Ik stuur een extra factuur. Maar het is gelukt. We hebben de tape. Ja, Radio 1 zat er achteraan, maar ik heb het van Radio 2 gemaakt. Voor de Curry & Kid Wee Show. Wacht even. Dus jij hebt de tapes van... Margarita. Die veel besproken cassette onder. Maar waar komen die dan vandaan? Dit is hebben we het op een juridische manier verkregen? Nee. Oké, tactisch antwoord. Gewoon dat gewoon goede journalistiek. Dat is gek zeg. Ja, even vrije nieuws gaan. Maar wacht even. Radiotechnisch, Mark Adriani. Ja. Hoe lang kunnen we het uitmelken met die tapes? Hoe lang blijven mensen luisteren? Tot de RVD belt, moeten we spelen. Oké, stoel weer. We zijn nog even vergeten. Een stukje van Gordon. Juist. Maar. We draaien vanavond geen Van Young Cannibals. Dit is maar natuurlijk ik hoef niet te wachten als ik denk ik wil Van Young Cannibals horen. In de eerste uitzending, en dat was echt te gek, was Gordon onze gast. En wij hebben eigenlijk zijn radiocarrière gelanceerd. Dat is iets te veel eerder. Okay, Gordon was hier in de Curry & Kitty studio en hij sprak de volgende legendarische woorden. Had hij dit maar gedaan bij het Songfestival? Weet je dat ik nog maar 2 weken geleden de factuur binnenkreeg van die pianist voor dat optreden? Zweretje. Die is niet zozeer. Ik zweer. Oh, kijk Jeroen, de mystery guest. De mystery guest! Hello girls! Surprise! Nou, wat een gezelligheid! Nee, niet over het haar natuurlijk, dus een beetje van alle ABBA even. Hey, wat leuk hoor, girls. Hallo! Nou, wat een leuke surprise. En jullie hebben ook op de eerste keer nog 100 gestaan volgens mij. Ja! Oh, wat leuk dat je dat hoort. Ik was ook horen. We moeten even technisch oplossen dat jullie ook kunnen horen. Ja, volgens mij moet ik nu doen. Ja, hoor je ons. Nee.
Nee. Het is wel, gaat wel goed, hè? Pak anders die microfoon even klaar, want dan kunnen jullie deze, hier. Hallo, radio luisteraartjes. Dag lieve Jeroen, dag Engel. Hallo. Het is zo lief dat jullie zijn gekomen op vrijdagavond. Speciaal voor jou. Nou, vertel even Jeroen wat de dames aan hebben. Maar help me even met omschrijven. Vind je het erg als we even... Nee, natuurlijk niet. Dat hoort erbij. Dat kunnen de mensen thuis niet zien. Nee, precies. We zijn verbannen naar de radio. We mogen niet zien. Ondanks dat ze op de radio zijn, we zien ze schitterend uit met een... Prachtig. Ja, god. Je ziet toch gelijk dat het Dior is en dat is denk ik een Gucci. Ik weet het niet zeker. Dat vind jij dan weer. Ja. Vertel even, dat hebben jullie aan. Nou, Adam heeft het goed gezien. Ja, toch? Ja, zie je wel. Ik ben van de haute couture, baby. Is er nog een speciale reden waarom jullie de Working Girls hebben uitgenodigd? Adam. Nou, ja. They were free. Nee, maar ik weet nog, want ik zei al de eerste keer dat wij de Homo Holland deden op 3FM van BNN. Maar de Working Girls ook iets meen in Nighttime was dat. Klopt. En dat was een enorme saaie boel in het begin, want de mensen stonden echt met hun armen over elkaar naar het podium te duwen. De Working Girls was ineens, woe! Ja, de hele tijd precies. Op. En ik dacht, omdat we toch een jaar met z'n tweeën zo hard gewerkt hebben, wij verdienen ook een... Even een moment, denk je niet? Ja, vandaar dat ik dacht, de Working Girls. Maar eenmaal kunnen we technisch... Hold een beetje. Dan denk ik die microfoon even nemen, dames. Okay. Oh, sorry, let me rephrase that. Je kan je plaats nemen achter die microfoons. Ik zou dus even... kun je even er tegenaan rammen? Oh, ze moet ook... Omhoog? Dat is ik begreep niet. De Working Girls had de microfoons wat laag gezet. Ewald. Ja. Cool. Doen ze het nou? Ja, volgens mij wel. Ik hoor het. Ja? Ja! Oké. En wat hebben we ook muziek? Ja. Oké. Nou. Schat, voor jou, voor onze eerste anniversary. Ik vind het erg leuk dat je juist voor onze eerste anniversary deze mensen hebt uitgenodigd. Dat is wel altijd vrolijkheid en dat nu ook op de radio. Ja, je kan ook gewoon zeggen dankjewel. Dankjewel. Working Girls! Ja! Yeah! Woo! Zo. Zullen we onze volgende gast introduceren? Dames en heren, we zijn er trots op. Dat hier zo. Ewald, niet gelijk. Nee, dat doe ik niet. Ik wil eerst aan, dan wil ik zelf met hem praten. Ja. Jacques Herbers in de studio. Ja! Geweldig. Vriendelijke boel. Ja, dat mag ik wel natuurlijk. Hij staat in de studio, hij staat in de hall. Sorry. Heb je de Working Girls al? Is dit een verjaardagprogramma of wat, Jeroen? Ja, dan moet ik misschien nog even zeggen, als je net je radio aan hebt gezet, dit is het eerste jubileum. Vandaag bestaat dit radioprogramma exact 1 jaar. Ja. Jacques, ik zat je website te bekijken. Ja, allemaal foto's, hè? Nee, dat is een hele dia-show. Ja, dit is ongelooflijk, deze website van jou. Die doe je zelf? Ja, die doe ik zelf. En ik zou... Dit is echt te gek. Alles wat je over Jacques hebt wil weten, staat erop. Volgens mij is het Ridder Jacques, of niet? Ja, ook nog. Ja, dat staat er ook nog. Sir Jacques.
Ridder. Moeten we... Nee, ik ben nog geen ridder. Hè. Ik ben lid of zo in de orde van de Oranje Hupclub. Vertel, die heb je vorig jaar gekregen. Ja. Hoe gaat dit jaar? Was het nou die niet dit jaar? Vorig jaar. Vorig jaar. Een biertje? Maar het is, sorry. Maar dat is toch, ik bedoel, als je dat krijgt, dat is al wel... Ja, dat heb je eer natuurlijk, maar iemand moet je wel aanbrengen natuurlijk. Iemand moet wel de burgemeester aanschrijven en zeggen van die man heeft een lintje verdiend, en anders krijg je nog niks natuurlijk. Maar dan moet de burgemeester ook zeggen van ja, dat vind ik ook. Ja, dat en moet dan ook eens. Je koningin opbellen. Er moet een lijst bij van leuke en goede dingen die je gedaan hebt. Zo. Het schijnt alleen maar goed te zijn. Dus als je in een klein plaatsje woont, maak je meer kans natuurlijk op een lintje. Dat zal het zijn. Daarom is dat. Ja, zeker. Maar voor de burgemeester van? Van Werkendam. Dat zegt niets, hè? Volk de brug over en dan richting Breda. Rechts Werkendam. Brabant. Net Brabant. Het is, maar je hebt een ongelofelijke carrière al gehad. Ja. En nog steeds. Dat gaat nog steeds door. Vertel wat je nu doet. Nou, ondanks dat er geen nieuwe platen zijn, maar die komen wel. Want ik ben met Willem van Schendel. Nee, de deurzakkers! Ja, de deurzakkers. Ja. Nou, Brabant is onder elkaar. Leer mij Willem van Schendel kennen. Ja, die ziet het helemaal zitten om een cd-album weer met me op te nemen. Ik las het op je site. Mag ik even citeren? Ja, mag. Oh, je zegt het even. Door toedoen van Willem van Schendel. Deurzakkers, ex-manager Guus Meeuwis en zijn zakenpartner Jan Wissenbron zal er in mei 2003 een live cd-album uitkomen. Juist. Echt. Dat zal geproduceerd worden door Tommy Peters. Oh. Ook geen onbekende natuurlijk. Tommy Peters! Sorry Tommy. Wat heeft Tommy Peters gedaan? Tommy Peters heeft al heel veel gedaan. Ja? Ja, hij speelt heel veel. Oh, nou, fantastisch. Wat ga je vanavond voor ons doen, Jacques? Ik wil je nogmaals bedanken, want op vrijdagavond is het een moeilijke avond om mensen hier te krijgen. Ik ga naar Breda, maar dat haal ik nog wel. Dus, Oké, als wij maar op. Ik wou net zeggen, hoe laat moet je er staan? 11:30. Oh, okay. Anders nemen we jouw helikopter wel, maar dan moet je wel die accu goed. Jacques heeft gedaan. Ja, we blijven hier volgen. Ja, dankjewel. Okay. Schaamrood weer op. Nee, helemaal niet. Wat ga je doen, Jacques? Ik wil gewoon iets doen. Waarschijnlijk wordt het de nieuwe CD-single, die ook op de CD-album komt. Ja. En het is een heel bekende melodie, O Solo Mio. Ik heb een eigen tekst op geschreven. Ik ben zo eenzaam. Oké. Jacques Herb, dames. Ik sta aan het begin van een heel nieuw leven. Zonder jouw afscheidsbrief die jij hebt geschreven. Omdat jij net als ik op je geluk zult vinden, is nog te vroeg. Doe mij alleen iemand vinden. Keken naar elkaar, we spraken van de liefde, het was toch zo mooi. Het leek een droom die nacht, dat had ik niet verwacht. Ze keek maar en zei, wanneer is dit voorbij? Geluk was toen dichtbij. Ik weet nog wat ze zei, weet jullie dat nog? Ik vertrouw op jou, breng mij nu gauw naar huis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Manuela. And all together, Manuela.
Tussenspel. Niet te verwarren met buitenspel. Voorspel. We reden door de nacht. De radio heel zacht. Het kon niet te mooi zijn. En leek een eeuwig refrein. I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Veel gebruikt Nederlands gezegde luidt, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar wat is nou precies gewoon of normaal? Wij ontvingen een spoedcursus in normaal doen van onze weekendgast Petra Tanis. Allemaal als onderdeel van de campagne De Uitdaging voor Nederland. Uitgangspunt hiervan is het stimuleren van ontmoetingen tussen mensen met en zonder een handicap of chronische ziekte. Petra is licht verstandelijk gehandicapt, een showbiz beest in hart en nieren en een welkome toevoeging aan onze familie. Met mijn Hilversumse familie BNN vierden we deze week de eerste verjaardag van ons vrijdagavondprogramma op Radio 2. Buiten een bezoekje aan mijn tandarts was het dus een uitstekende week. Patricia, de ex, is ook wel een leuke man. Joey. Mm-hmm. Verhaal. Ik vind wel een heel verhaal hoor, wat ze daar vertelt. Ik ga het morgen zo allemaal even vragen. Ah, Patricia. Ja, ik denk dat de enige reden waarom ze nog zo lang bij mij is omdat ik niet saai ben. En neerslachtig. En neerslachtig. Voor de rest ben ik gewoon helemaal hetzelfde als ieder andere boerenlul. Hij lijkt op een of andere... Gino Vanelli. Op zo'n Franse acteur. Gino Vanelli lijkt het op. Oh, ja. Ik heb er nog één over. Heb jij nou Adam? Ja. Heb ik eigenlijk een speech? Speech. Dude. Mooi. We worden gehuldigd. Ja. Terecht. Proost, proost. Nou, ik weet nog bij de eerste dat Bart er nog op een gegeven moment nog binnenkwam. Ja. En die stond toen zo. Bart Graaf. Tot 10 uur Curry en Kid V met Adam Curry en Jeroen Kijk in de Vechten. Hallo, ik ben Bonnie Sinclair en je luistert naar Curry en Kid V. Met Adam Curry en Jeroen Kijk in de Vechten. Dit is Curry en Kid via BNN op Radio 2. En het is vandaag een hele speciale uitzending, want we bestaan exact 1 jaar. Zullen we maar gewoon de deur openmaken en ja, kijken wat erachter zit? De poort van het weekend. En daar zijn de sleutels. Ah. Yeah. Oké, zing even mee. Het weekend is geopend. Volgens mij is dat de verkeerde. Waarom lach je nou zo? Nee. Open de poort nog een keer voor me, Jeroen. Is oké? Ja. Hé, de sleutels van het weekend. Hé, oké, doe hem open. Ja. Godzijdank. En herstart. Ook thuis mag je meezingen. Zoals iedere week. Dit is de trots. 1, 2, 3. Sit on my face and tell me that you love me. I'll sit on your face and tell you I love you too. Life can be fine if we both 69. We sit in our faces and also some places and drink till we're blown away. Oh, yeah! Oh, kijk Jeroen, de mystery guests zijn er. The working girls! The working girls! Nee, oh wat leuk. Ik dacht, iets voor jou, iets voor mij. Gewoon leuk, een soort mix. Dat is, hello girls. Hello. Wij verdienen ook even een woehoe moment. Denk je niet? Ja. Dus vandaar dat ik dacht, the working girls. Working girls! Ja! Yeah.
Hey Con, hoe is het, schat? Hey, wat leuk dat je belt. Ik zat hier te luisteren in Buckingham Palace met mijn man Hans. Ja. Ja. Naar jullie allereerste radioprogramma. Gefeliciteerd met jullie allereerste radioprogramma vandaag. Ik vind het zo Con. Nee, wat is er, schat? We bestaan 1 jaar. Het is niet ons allereerste programma. We bestaan... Wacht even, Hans. Begrijp ze... Wat zeg je nou? Dan wist je toch ook wel dom bij. Oh, nou dan heb ik even wat gemist. Hé, veel plezier nog vandaag, hè? Oké, kom, bedankt. En de groetjes van Hans. Ja, oké, goed. Doe goed aan Jeroen kijken in de verte. Ja, dat doe ik. Okay, bedankt voor het bellen. Doei. Dag, kom, doei. Nou ja, je moet maar denken, het is de goede gedachte erachter. Ze bedoelt het goed. Ze bedoelt het goed. Ja, ja, dat is aardig. Ja. Trouwens, dat stemmetje van Con lijkt wel een beetje op die van Michael in dat stukje. Probeer het even te synchroon te leggen. Het is er gewoon, het is Connie! Misschien is het tijd voor een documentaire Living with Connie. Ja, yeah, maybe not. Oh, dit is wel lekker, zeg. Het enige wat jij moet onthouden is dat de margarita tapes. Oké, en lachen als jij een stap gaat. Jacques Herpes in de studio, yeah! Deze. Geweldig. Je gaat het niet vragen, hè? Ja, je gaat het niet vragen, hè? Ik was er al bang voor. Ik moet het vragen, want... Ja, de working girls wilden het ook. Anders doen jullie mee, gewoon gezellig. Dan doen ze net als ze het koortje zijn. Ja, kunnen jullie het koortje ervan? Natuurlijk, doe gewoon. Dit is geschiedenis, dit. Dit is geschiedenis. Manuela. Jacques Herb, Working Girls. Dankjewel. Jacques Herb, Working Girls, heel erg bedankt. Neem een biertje, we komen zo bij jullie zitten. Dankjewel. Wat een heerlijk. Tot zover dan 1 jaar. Curry and Kid V. Applaus voor je. Philip! Arjan, dankjewel. Waarschijnlijk wordt er aan Maarten, Ewout, Jeroen.